Zondag 21 oktober vond in Mokka-Middelaar de 9e editie van het hardloop-evenement Molenhoeks Makkie plaats. Het parcours door de heuvelachtige bossen kon in verschillende afstanden gelopen worden, van 2,3 tot 15 kilometer. Kinderen konden deelnemen aan de kidsrun en met de zogeheten wandelmakkie kon de tocht ook gewandeld worden. Het hardloop-evenement had verschillende muzikanten, een hoop vrijwilligers en meer dan 1600 inschrijvingen. Bram Koppendaal uit Nijmegen heeft de grootste afstand van het Molenhoeks Makkie met de snelste tijd gewonnen.